Wederom welkom in onze keuken van Nijenstede. Vandaag ga ik voor u maken het broodje buitenom. Het lijkt een heel simpel broodje. Het is ook niet echt heel ingewikkeld, maar hij is wel ontzettend lekker. Ik heb alvast voorbereid een omeletje. Ik ga op deze heerlijke verse baguette, die bakken wij natuurlijk vers voor u af. Dit is de witte, die ga ik voor u maken. En uiteraard kunt u ook een waldkorn kiezen. Het is maar net wat u wil. Wat heel lekker is bij dit broodje, dat zijn de combinaties van smaken. Uiteraard hebben we de smoky baconaise saus. Daar ga ik het broodje eventjes mee insmeren als basis. Bijvoorbeeld als een boter, maar dan de baconaise saus. We zullen het niet te veel doen, want dit is een vrij pittige saus. Een heel klein beetje. Ik smeer hem lekker in. Niet te veel. Ik leg hem vast de onderkant op het bord. Daarbovenop komt heerlijke verse rucola sla. Ook weer een heerlijke bite natuurlijk. Niet te veel, maar wel ook voor de kleur. En het is natuurlijk een heerlijke combinatie. Ik ben het omeletje aan het voorbereiden. Die is bijna klaar. In de pan gaat lekker de bacon. Dat wordt heerlijk meegebakken. Hoor eens, heerlijk dat het knappert. Heel erg lekker broodje is dit. Heel eenvoudig, maar oh, zo lekker. Dit is ons broodje buitenom. Een heerlijk vers baguettebroodje met een vers omeletje en lekker uitgebakken spek. Ik ga het omeletje op het broodje doen. Ik laat nog heel even de spek lekker knapperig worden. Ja, hier bovenop komt uiteraard het spek. Kijk eens hoe lekker, hoe knapperig. En die kleur, die combinaties van smaken, dat is gewoon geweldig. Vooral met deze saus. Ik maak hem af met wat smoky baconaise saus. Niet te veel, want te veel is nooit goed. Wat heel erg lekker is en een heerlijke bite geeft bij dit broodje, dat zijn de gebakken uitjes. Kijkt u eens hoe geweldig dit broodje buitenom eruit ziet. Is dit niet gewoon om in te bijten? Kijkt u eens. Alsjeblieft, eet u smakelijk.